2500 kilometer. Die heb ik nog nooit gedaan. Ik weet niet of ik het nog een keer ga doen. Oh, nou ja, ik heb nieuws. We moeten er nog 5500. De Maxis Scancovery Trial. Een unieke rit naar het noorden van Scandinavië. En weer helemaal terug. Geen van de deelnemers weet waar ze exact naartoe gaan en hoe de wedstrijdroute loopt. Gedurende 8 dagen wordt er ruim 7000 kilometer afgelegd. Waarbij alle soorten wegen worden bereden. Asfalt, sneeuw en zelfs keihard ijs. Ja, ik mag natuurlijk meedoen aan dit event. En dat doe ik niet alleen. Dat doe ik namelijk samen met Werner Budding van Autovisie. En die heeft een auto voor mij meegenomen. Werner, kom er even bij. Waarom deze auto? Een Kia Sportage. Die stond bij ons in de garage, in de Autovisie garage. Juist. En dit is een auto die hoog op zijn poten staat. Dus ideaal voor verbroerde omstandigheden. Er zit een zuinige dieselmotor in, er zit een hoop snelheid in, lekker veel ruimte. Dus ja, volgens mij de auto waar wij mee gaan winnen, Tom. Oké, dus alles is voorbereid, niks aan de hand. Nee, ik zie allemaal mensen met laptops liggen of grote dingen. Liggen erin, maak je geen zorgen. Het is echt allemaal voor elkaar, we kunnen weg. Met andere woorden, we gaan het gewoon halen. De eerste deelnemers gaan van start. Ze krijgen het coördinaat naar het eerste controlepunt. Hoe de rit van daaruit verder gaat, weten ze zelf niet. Het komt aan op slim navigeren. En continu de maximumsnelheid proberen aan te houden. De deelnemers starten om de minuut. 40 in totaal. Nou, we komen toch ook nog wel terug? Dan is het de beurt aan Tom en Werner. Heb je enig idee al waar we naartoe gaan ongeveer? Ja, we gaan in ieder geval eerst naar Utrecht. Dat is niet helemaal waar. We gaan eerst richting Harderwijk. De eerste etappe gaat over normale snelwegen. Bremen is de bestemming. Hey Tom, hier eraf, waypoint 1. Ja, helemaal waar. Nu moeten we volgens mij naar de organisatie bellen. Motor uit, bellen, want we krijgen nu het tweede waypoint. Ja. En zoals het er nu naar uitziet, waar gaan we naartoe, denk je? Denemarken. Maar dan volgt een verrassing. Het nieuwe coördinaat ligt namelijk niet in het noorden, maar in het oosten. Ja, mooi. Hey, we gaan Polen voorbij, is de volgende bestemming. En dat had dus niemand verwacht. Oké, dat is apart. Er volgt een lange etappe. Langzaam begint de nacht te vallen. Inmiddels zijn we bijna 12 uur non-stop aan het doorrijden. De vermoeidheid begint toe te slaan. En ook de verveling bij Tom Coronel. Het is hier zo saai hier in Polen. Dus we hebben gewoon eventjes de slingers gepakt. En zijn we eventjes gewoon mooi mee aan het versieren. En er rijdt wel gewoon lekker door, dus er is niks aan. Het gaat goed toch zo? In één ruk worden de Baltische Staten aangedaan. Om uiteindelijk te eindigen in Estland, bij de boot naar Finland. Andere deelnemers liggen dan nog ver achter. En het is dan ook maar de vraag of ze de boot op tijd halen. Onze mannen doen dat gelukkig wel. Ja. Zien we ze nog staan, of niet? Nee, maar 8 auto's hebben het gehaald, hoor. Ja. Dat is echt wel. Ja, en nu is het dus wachten op ze voor de volgende boot. Of misschien zelfs morgen. De golf van Finland is totaal dichtgevroren. En een ijsbreker moet ons voorgaan. De eerste teams arriveren in Finland voor het laatste deel van de eerste etappe. De teams hebben er nu dik 2500 kilometer op zitten en zijn ruim 30 uur onderweg. Andere deelnemers zullen nog langer onderweg zijn. We zeiden het al, de trial is pittig. Ja! Zo, Tommy Lee. Ja! 2500 kilometer. Die heb ik nog nooit gedaan. Ik weet niet of ik het nog een keer ga doen. Oh, nou ja, ik heb nieuws. We moeten er nog 5500.